You've been so patient. My name is Tommy Wieringa. You'd say vinegar. You can call me vinegar if you want, but I'm from Holland. Yesterday I visited Ellis Island, and there's a database there, and I couldn't find any vinegar from Holland. We never made it up to the States, too indolent probably. Also, I saw some of these artifacts people took from Europe, like little Bibles and crucifixes, prayer books. I didn't take my book from Holland, my novel, so I have to read from papers because I know assimilation is the key to success in the US. I didn't bring my book. It is about, the novel is called Joe's Speedboat, same title in Dutch actually, and it is about a boy, 14-year-old, and his fascination for another boy called, who named himself Joe Speedboat. And it starts off with my favorite character. Actually, there will be, this is English, I will read in Dutch, and I know for a fact that in New York, Dutch was spoken for quite a while. And should have stuck to that. Then I wouldn't sound so foolish. But then again, it's like it is. But it's about this 14-year-old boy. He's in a wheelchair. And at the time I'm reading, he's actually 17. But and he's in his wheelchair, and he presses briquettes, paper briquettes, for a living. He sells them. It's for to use in the stove. He sells them to his father. It starts off with my favorite character, who's the first black man in a small village in Holland, called, nicknamed Papa Africa. Give it a go. Yes, very good. I'll read in Dutch. It's a language. Voor Papa Afrika waren alle rivieren ter wereld gelijk. Ze mochten misschien andere namen hebben. Het waren alle vertakkingen van één en dezelfde hoofdstroom. De Nijl was de enige rivier op aarde. En al het water op aarde stroomde eens langs de werf van zijn vader in Komombo in Egypte. Hij denkt toch niet dat dit echt de Nijl is, vroeg Engel. Ryan Nile, same same, imiteerde Joe zijn stiefvader. Filosofisch bedoelt hij zeker, zei Engel. Heeft hij geen aardrijkskunde gehad, vroeg Christophe. Hij kon Cairo niet eens aanwijzen in de bosatlas. Hij weet niet waar hij nu precies is. Het kan hem ook niet zoveel schelen, geloof ik. Stil van onbegrip keken we naar het verschijnsel Papa Afrika, dat plukkend aan zijn snor en met een potlood achter het oor over de werf liep. Het schip was nu tot vlak boven de waterlijn rood geschilderd. This is actually a boat, a felucca, which Papa Africa builds. You can stop it over there. Which Papa Africa builds because his wife, his Dutch wife, took his passport and fed him as a Muslim pork meat. So he starts building his own boat. And you have to read the book to see what happens with that. It's on sale outside, actually. Hit it. Het schip was nu tot vlak boven de waterlijn rood geschilderd, daarboven was het wit. De mast moest nog worden geplaatst en het wachten was op het zeil, dat door Regina uit krepen canvas aan elkaar werd genaaid. De maiden voyage, English, de maiden voyage zou eind augustus zijn en Regina wilde die dag een feest op de werf. Ze had grote plannen, die kans op aandacht en bewondering liet ze zich niet ontgaan. De dag naderde vlug, maar ik had er een slecht gevoel over. Joe, Engel en Christophe zouden na dat weekend vertrokken zijn. De colleges begonnen in september. Ik bleef achter in het dodenrijk met een brikettenpers. Ik beulde dat ding echt af en perste veel meer dan de droogrekken aankonden. Met zulke hoeveelheden zakt de prijs, zei pa. Ma hoorde dat. Haar mond kneep samen. Ze had haar armen over elkaar geslagen. Een geeltje krijgt hij vanaf nu, zei pa verontschuldigend, maar strijdbaar. Een geeltje is nog altijd goed betaald. Met overproductie zakt de prijs, dat is overal zo. Jij moet je afspraken nakomen, zei ma. Hij moet er niet zoveel maken. Als je weinig van iets hebt, betaal je veel. En als je er veel van hebt, betaal je weinig. Dat kun je overal navragen. Hij is je zoon.
Hij brengt toch alles naar Waanders. Hoe dan ook, vanaf die dag kreeg ik een geeltje voor 50 briketten en paste ma het verschil bij uit de huishoudpot. Het meeste geld bracht ik inderdaad naar Waanders. Café, zaal, bar, terras, Waanders had het voordeel dat het aan de Rijksweg lag, buiten het dorp, wat gevolgen had voor de cliëntèle en de atmosfeer. Die was beter dan in de zon, waar de stemming vaak, hoe zal ik het zeggen, bijterig was. Daar brak soms opeens oud zeer door de omheining. De uitspanning was meer een bingozaal voor oude mensen. Daar kwam je alleen voor trouwerijen en als je moest schuilen voor de regen. Waanders was het geschiktst van allemaal. Er stopten vrachtwagens en personenauto's met mensen erin die ik nooit eerder had gezien, die me hoop gaven op de manier waarop een bepaald soort vrouwen hoop kreeg bij de intocht van soldaten van een vijandelijk leger. Een voorbeeld. Wat mag het wezen voor de heren, vroeg de barvrouw aan de bar, een vrachtwagenchauffeur die de geur van warm asfalt met zich meebrengt. Voor hem uitloopt zijn zoontje dat een dagje mee mag in de cabine. Wat wil je, vraagt de man aan de jongen met een stem die je niet van hem verwacht. Hij draagt witte sokken in zijn slippers. Cola, zegt de jongen. En eten? Patat, met. I know you don't like to eat fries with mayonnaise here, but we do in Holland. You could... Tarantino told you that. Patat voor de jongen en doe maar brood met twee kroketten. Met veel mosterd. I like this sentence. I mean, I have a very good translator called Sam Garrett. He's actually a pothead who drifted over the world and found his wife in Amsterdam. Stayed there and started translating silly novels. But I like this sentence called... Heavy on the mustard. I think that's so fluent. Heavy on the mustard. It's actually better than its original. But that will be odd. I mean, yeah. Doe ik een beetje voor hem een beetje sla bij, zegt de barvrouw, voor de vitamintjes. Nog iets te drinken voor u? Mij ook maar een colaatje. Oké, dit is misschien niet het beste voorbeeld, maar soms is er echt wel wat te beleven in Waanders. In het weekend is er levende muziek in Ella Boy. De barvrouw is je vriendin zolang je betaalt. Ze heeft de professionele overgave van een go-go-danseres, maar in de keuken valt die glimlach van haar gezicht als een oude korst. Ze is niet van hier. Ze komt tegen het middaguur ergens vandaan met een witte Mazda-automaat en gaat er na haar dienst ook weer naar terug. Of ze een man of kinderen heeft, weet niemand. Ze ziet er niet uit alsof ze van iemand houdt op deze wereld. Ik waardeer het dat ze zich tegen mij niet aardiger voordoet dan ze is. Ze brengt de chauffeur met de witte sokken en de jongen twee glazen cola, één in elke hand. Ze zitten bij het raam. Buiten huilt een vrachtwagen langs. Goed dat die 1981 er komt, zegt de chauffeur. Ella kijkt naar buiten waar de zon de dingen in trilling brengt. Ja, goed, zegt ze. Het is geen doen zo. De vraag is of het gunstig is voor jullie natuurlijk. De chauffeur kijkt naar Ella in de hoop op haar mening over die 1981 die dit achterland met Duitsland zal verbinden. Je weet het nog niet met zo'n geluidswal, vervolgt de man. Kom je ervoor of kom je erachter? Daar gaat het om natuurlijk. We hebben het niet voor het zeggen. Nee, dat zal wel niet, nee. We zouden wel willen, maar zo is het niet. Na een kwartier komen de kroketten en de patat. Weer een kwartier later verlaten de vader en de zoon Waanders en nemen daar buiten hun baan in de zon weer in. De toekomst van Lomark was voorlopig niet meer dan de code E981. Ik had erover gelezen in de kranten. Het was een plan dat onze aandacht verdiende. Ik had de indruk dat sommigen er enthousiast over waren omdat een vierbaansweg vlak langs het dorp economische voorspoed zou brengen, maar dat de algemene reactie er een was van schouderophalen. De huidige weg naar Duitsland voldeed in elk geval niet meer. Die werd verstikt door een almaar aanzwellende massa voertuigen. Dus moest niet het aantal auto's omlaag, maar de weg verbreed. Mijn sport is transport, las ik op de bumper van een vrachtwagen. En zonder transport staat alles stil. Het mooist was de sticker met I love asfalt. Wat ongeveer het motto was van elke regering na de Tweede Wereldoorlog, zodat er asfalt kwam in onbegrijpelijke hoeveelheden.
Joe had gelijk. De wereld werd aangedreven door bewegingsenergie. Hij zei, daar werken de knapste koppen ter wereld aan. Vergeet dat niet. De basis van de verbrandingsmotor is al meer dan 100 jaar hetzelfde. Nu werken ze aan de verfijning ervan. Hoe ze het autootje zo zuinig mogelijk kunnen laten lopen met zo min mogelijk emissie. Het ding wordt constant technisch geperfectioneerd, maar op een manier die voor iedereen betaalbaar blijft. Dat is het wonder van deze tijd, dat we voor een klein prijsje als kogels over de weg schieten. Maar wantrouw iedereen die dat vooruitgang noemt. Vooruitgang bestaat niet, alleen beweging. Dat is de grote verdienste van de 20e eeuw, dat we mogen bewegen. We leveren eerder ons stemrecht in dan ons autootje. Dus als die lui van de milieubeweging echt iets willen, dan zullen ze met iets beters moeten komen. En dat is er niet. De route van de E981 lag nog niet vast. In de gemeenteraad van Lomar kwam het onderwerp zo nu en dan ter sprake. Maar de vragen werden even lauw gesteld als beantwoord. We reageren nu eenmaal slecht op dreigingen die ver in de toekomst liggen. Thank you so much.